bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik zei vandaag heb ik even heel iets anders voor jullie. Want eventjes nu als eerste video geen game video. Want ik moet je eventjes uitleggen wat jullie misschien wel aan de titel hier beneden hebben gezien. En ja, jullie hebben het gezien. Ik heb mijn scuff controller dus kapot gemaakt. Hij doet het nog wel. Het enige probleem wat ik nu dus heb is als ik Black Ops 3 speel, mijn R3 knopjes kapot. Hij doet het nog wel, maar hij was er dus gisteren uitgeschoten. Omdat ik dit deed, schoot hij eruit. En ik kon hem dus niet meer gebruiken. Wat ik dus nu heb veranderd is, ik schiet nu met L1 en met R1. Dus dat werkt gewoon nog prima. Het enige probleem is, ik kan geen specialist meer inkallen in Black Ops 3. Nu is dat niet heel speciaal, want ik kan genoeg kills maken zonder specialist. Maar ja, het is nog kut. Ik kan, als ik wil, gewoon met een normale zwarte controller gaan spelen. Maar, zoals jullie zien, hier heb je knopjes en hier heb je dat niet. Het probleem is dus dat ik gewoon dus met X moet gaan springen. Waar ik helemaal dus niet aan gewend ben. Want ik speel dus al 2 jaar met een modded controller. En als je dan opeens zo zit te spelen en je moet opeens naar X gaan springen, heeft niet heel veel zin. Ik heb even contact gehad met Dark, terwijl Dark het rol was. En ik ga een Dark krijgen, dus ik ga een Dark nemen. Ik ga een zwarte controller kopen, want die past dan ook het mooiste gewoon bij mijn headset natuurlijk. Dus het is mooier dan een witte controller, vind ik zelf. En ik krijg dus zijn Dark knopjes erbij. Zodra ik die Dark controller natuurlijk binnen heb, ga ik er een review mee doen. Ga ik er een potje mee spelen. En dan ga ik het gewoon vergelijken met een scuff controller. En ik wil daarom ook eventjes Dark heel snel bedanken. Gewoon dat hij er zo snel op gereageerd. En dat voor mij dus wil gaan doen. Dat is echt gewoon, ja. Ben ik wel blij mee. Dus vandaar dat ik heel eventjes deze video maak. Het is best wel kut natuurlijk dat het gewoon, ja, gebeurd is. En ik kan nou tot en met donderdag geloof ik geen specials meer inkallen. Maar ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Er komen wel gewoon Black Ops 3 video's online. Maar dan weten jullie dus wat aan de hand is als ik in het potje geen specialist inkal. En ja, dat is het enige probleem nu. Dus vandaar even deze video, jongens. Voor de rest, ik heb niet meer heel veel te zeggen. Het was even een korte video. Dus binnenkort krijg ik dus gewoon een normale zwarte Dark controller. Want die past, zoals jullie weten, gewoon heel erg mooi bij mijn nieuwe Astro die ik heb gekregen. Dus jongens, ik bedank jullie voor het kijken in deze video. En hoop jullie ook te zien bij de volgende video die om 6 uur online komt. En natuurlijk ook de andere video die om 8 uur online komt. Jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!